ben een kwartier te vroeg op Schiphol. Nu ben ik soort van zoek naar een wc. Maar de wc die ik tegenkwam was zo goor. Ik wil me opmaken in de wc. En nu ben ik in een deel waar niemand is. En de roltrap gaat alleen omhoog, maar niet omlaag. Oeh, ik val bijna van de trap. Hé, hey, goedemorgen. Wat ben ik aan het doen? Het is 17:30 in ieder geval. Het is best druk. Hier niet, maar wel in de vertrekhal. Echt druk. Ik ga hier wel even zitten om te maken. Jullie weten toch hoe ik wel eens zeg dat ik niet zo'n last heb van ballen? De laatste tijd wordt het alleen maar erger. Ik denk gewoon, ik ben ouder aan het worden, want die ballen gaan niet meer weg. Oké, de basis zit erop. De PR-dame is er. Maar ook meereis. Dan gaan we er inpakken en straks weer verder. Ik heb hier mijn ontbijt, een lekker sapje en de zalm is uit mijn broodje gerold, zoals shit, maar die prop ik er zo weer in. En kijk wat een gek bord. Gewoon een stuk karton is het bord. Vliegtuig. Ben je in ruimte? Chill. Hebben wij konden bij ons? En aangekomen in Londen, heerlijk geslapen, een uur lang. En nu gaan we met de taxi naar de set. Ik ga me daar opmaken verder. Dat kan ik wel in de taxi doen, maar op zich... Weet je, met van die opnamedagen heb je vaak heel veel uur dat je moet wachten en zo. En ik ga ervan uit dat ik niet meteen op een set hoef te staan. Dus ik op zijn minst wel een kwartier wachttijd heb. Dus dan ga ik hem gewoon lekker opmaken. Oké, we zijn aangekomen in een club in Londen. Het is dag. Het is ook zo gek om een verlaten club te lopen. De club waar ik ben is Prism. Zo heet dat. Door het gebouw lopen, kijken waar we moeten zijn. En ik kom al discotheekkamers tegen. Stylist vindt deze twee het allerleukst. Twijfel tussen die twee. Oh, outfits. Ik ga me nu hier even opmaken. Ik ben net dus gestyled en het wordt deze. Zoals verwacht met zwarte hakjes. Even opmaken snel. Hey, hi. Make-up zit erop. Alleen mijn haar ziet er nu niet uit. Ik heb vanochtend nog twee keer de krultang erin geramd. Maar ja. Ah, dat is al beter. Done. We hebben net opnames gehad en hello. Ciao. Hi. Influencer from Italy. What's your name? Alessandro Enrique. Voor lunch even mijn gimpen aan met lange sokken. Very charming. London. Costa. Yes. London, London. Cheesecake dessert. Het is inmiddels 6:30 Nederlandse tijd. Mijn voeten houden het niet meer. De hele tijd heen en weer lopen. Dus ik mag op sokken. Thank you. Ik ben in het hotel. Dit is Crown Plaza. En kijk hoe vet dit interieur is. Met fluweel paars. Love it. 9 uur Nederlandse tijd. 10 uur. Ik ben in de kamer. Woe! Dags klaar zeg maar met opname. Ik ben echt... Dit is de kamer. Twee persoonsbedden. Oh yeah. Niet dat ik er ooit wat aan heb of zo. Maar oh, ik fantaseer altijd dat ik van de een op de ander ga springen en zo. Dat doe ik dan niet. Maar. We hebben morgenochtend om 6:20 afgesproken beneden. Kunnen ook niet ontbijten hier omdat de vlucht zo vroeg is. Dus mijn wekker gaat om 5:40. Vliegvlucht douchen. En dan weer terug naar Nederland. Ik denk serieus dat ik. Gaan slapen. Ik wil gewoon eigenlijk het avondeten bijna skippen, maar dat is niet goed hè. Maar het is wel laat, maar ik heb niet de avond gegeten, maar ik ben zo moe dat ik denk ik ga gewoon lekker slapen. Maar dat is misschien een probleem morgenochtend, want dan ontbijt ik ook niet hier en dan eerder kan ontbijten ben ik helemaal gaar omdat ik avondeten overgeslagen heb.
Nee, het is niet slim om avondeten over te slaan. Nee, ik ga wel even roomservice bestellen. Iets luchtigs dan, denk ik. Ja, ik ga het gelijk nu bestellen. En dan rond de tijd dat ik zeg maar mijn dingetjes heb gepakt en opgefrist, make-up heb weggehaald, dan zal het er hopelijk wel zijn. Heftig dagje. Ik kon niet alles vloggen, maar het was echt een lange dag. Want op zich, kijk, mijn wekker ging om 4, maar met alles erop en eraan. Ik weet niet, ik kan niet eens meer nadenken hoeveel uur ik bezig ben geweest. Maar het was wel heel leuk. Ik wilde nog op de laptop tussendoor werken, maar ik heb echt maar een heel klein stukje kunnen editen. Oké, roomservice besteld. Vliegen ze vlug douchen, want ze zeiden dat het ongeveer 30 tot 40 minuten kon duren. Dus ik spring onder de douche, trek, wow, wat ben ik wit. Wow, trek mijn pyjama aan. En dan lekker mijn vegetarisch burgertje opeten en lekker gaan slapen. Oh, ik heb heerlijk gedoucht, yes. En nu wachten we op het eten. Als ik niet tussendoor al in slaap val. No, must stay strong. Ik moet wat eten. Jee, mijn veggie burger is zo. Woo! Ik had deze op Insta gepost, kwam tegen. Ik vind hem zo grappig. Oké, but why is potato always used negatively in phrases? Couch potato and he looks like a potato. What the hell have potatoes ever done to you? Potatoes are the MVP of the food world. They're the backbone of many dishes. They never let you down. Potatoes are the real winners here and we should feel honored to be described as one. Oh, who are dit? Oh, ik zou hiernaast maar een video mee kunnen opnemen. Zal ik gaan ASMR? Dit wordt wel een hele vage ASMR video. Al slaap. Maar dit bed is zo lekker. Dat bed goed kraakt gewoon. Oh, love it. Zal ik het doen of ook zelf helemaal in slaap natuurlijk? Ja, let's do it. Oké, ik heb net een ASMR video opgenomen. En ik ben helemaal zen. Dus ik ga slapen. Het is bijna al ineens donker, jongens. Maar ik ga slapen. Wel rustig. Bedankt voor het kijken. Morgen. Doei. Nah. Awesome. Ja. Awesome. Dat mensen niet weten, ik ga even een geheimje vertellen. Het is gewoon piepschuim letters. Echt? Laat me eens voelen. Dat is dit.